we beginnen de dag dus vandaag. We hebben dienst van 7 tot 3. En ja, ik zit achterin zoals je ziet, want we zijn vandaag met z'n drieën. Want we hebben een, ja, tegenwoordig heet het een PO, professional in opleiding. En nou ja, dat is Bastiaan vandaag, die is aan het einde van zijn traject. Dus in principe doet hij ziet hij al onze patiënten. En Jarno en ik zijn er dan eigenlijk om hem een beetje in de gaten te houden. Of dat het allemaal gaat volgens de juiste protocollen en structuren. Maar ik denk dat dat wel goed gaat komen. We hebben nu onze eerste rit. We beginnen met een besteld vervoer. Het is druk, denk ik. Want meestal worden deze ritten gekoppeld aan onze middencomplex ambulance. Dus we gaan deze patiënt vervoeren vanaf het ziekenhuis naar, waar moeten we naartoe? Naar Deventer. De patiënt die moet voor radiologische therapie naar een ander ziekenhuis. Dan zal deze bekend zijn en die gaan we daar naartoe vervoeren. Ziekenhuis. Dan gaan we de patiënt ophalen. We hebben al een afdeling doorgekregen en een naam. Maar we weten waar diegene naartoe moet. Dus nemen we de bronca mee. We hebben net overlegd met elkaar welke spullen we meenemen. Dat gaan we doen. Dat we naar de huis, dat je naar de huis.
is eigenlijk onze Instagram-pagina niet voor bedoeld. Nee, in nood moet je gewoon 112 bellen. Ja. En bij twijfel de huisarts. Ja. Ja. Er was nu ook een campagne over. Ja, dat was een tijdje geleden. Dan hebben we volgens mij ook iets op de site. Iets over gepost. Wanneer bel je 112? Wanneer bel je de huisarts? Uitvraag komen ze erachter dat het toch meer huisartsenzorg is. Dan wordt je melding doorgezet naar de huisartsenpost. Die hebben zelf ook eigenlijk een meldkamer, een centralist. Maar het kan ook andersom, als mensen dan de huisartsenpost bellen en dat de centralist daar zegt van nou, dat is toch meer voor de ambulancezorg. Ja. Dan wordt je melding weer doorgezet naar de meldkamer ambulancezorg. Ja. Denken van of er zijn wel wat dingen veranderd in onze diensttijden. Misschien is het leuk om daar nog iets over te vertellen. Want we hebben wel eerder een vlog gemaakt van hoeveel ambulances rijden daar overdag. Ja. En daar zijn best wel wat veranderingen in gekomen met qua tijden. Ja. We merkten er wel in dat oude rooster dat er wat lastig was met diensten die elkaar overlappen. Dat was er eigenlijk niet of nauwelijks. Ja. En nu hebben we toch een andere structuur met andere diensttijden. Zo begint 's morgens een ambulance om 6:30 in plaats van 7:00. Ja. En er is nog één ambulance die blijft van 8:00 tot 4:00. En met name 's avonds is er een auto bijgekomen. Nee. En in de nacht? Ja. En er is alleen ambu is er uitgerukt, dus uitgaat, hè? De 10:06. Ja. 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 Dus het is een proef, we gaan kijken hoe het zich voortzet. We hadden toch wel drukke nachtdiensten. En avonddiensten ook druk, dus dan wordt er een onderzoekje gedaan van ten aanzien van de aanrijdtijden en de inzetbaarheid. Ja, dan kwam er toch wel achter dat niet helemaal volgens wens verliep. En we hadden ook wel regelmatig overwerk in de nachtdienst en in de avonddienst, omdat er geen overlap was tussen de diensten. Dat is er nu wel, dus gaan we kijken of dat dan beter wordt. Ja, het lijkt toch wel steeds drukker te worden. Ja. Ook met het werk. En dat wil niet zeggen dat er veel meer ongevallen zijn. En, maar dat kan ook te maken hebben gewoon met de zorg die gevraagd wordt. En een samenwerking met een huisartsenpraktijk of post. Ja, als je ziet, dat verandert. Afgelopen week heb ik 4 keer toch overwerk gehad. Ja, dat hoort erbij. Ja. In principe houden ze er wel rekening mee dat we voor een besteld vervoer in principe niet overwerken. Nee. Maar het kan natuurlijk wel voorkomen dat je net voor het einde van je dienst dat er toch een AI-melding binnenkomt waar je dan met spoed naartoe moet. Ja. Ja, als er op dat moment geen andere beschikbare auto's zijn, dan zullen we toch die rit gaan rijden. Ja, de meldkamer probeert er rekening mee te houden, maar dat kan niet altijd. Dat hoort er een beetje bij. Ja, dat hoort erbij. Dat is het risico van het vak, zeg ik altijd. Ja. Dus we hebben wel een eindtijd en dat is ons streven en ook voor de meldkamer. Maar ja, daar kan niet altijd aan voldoen worden. Dus goed. Onderweg naar Deventer? Ja. In de andere regio? In de andere regio? Ja.